Na de wedstrijd Sportlust Rijnvogel samen met Juri Duisterhof. Juri, even om te beginnen. Je bent nieuw bij Sportlust. Hoe bevalt het tot nu toe en wat is het grootste verschil met je vorige club? Allereerst is het natuurlijk een stapje omhoog. Ik heb bij ARC 5 jaar lang in het eerste gevoetbald. Vrijwel elke minuut gespeeld daar. Je merkt toch dat bij Sportlust ligt het niveautje toch weer wat hoger. Iedereen kan wel voetballen, goed voetballen. Daardoor zie je dat het spelletje sneller gaat. Ook denk de trainingsintensiteit is vele malen hoger. En ja, dat is het grootste verschil met als je weer een stapje omhoog gaat natuurlijk. Hey, dan even over de wedstrijd. Je begint vanaf de bank. Komt er op een gegeven moment, kom je erin. En dan gaat het al heel snel mis. Penalty tegen. En dat kwam denk ik een beetje dat iedereen weer even moest wennen dat er een nieuwe man in het veld stond. Is dat zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zag eigenlijk de eerste 5 minuten dat we ook al veel ruimte weggaven. Vooral op de flanken. Je zag dat we eigenlijk onszelf herpakten. Tenminste, ik had het gevoel dat we onszelf herpakten. Dat we eigenlijk 10 minuten tot een kwartier de bovenliggende partij weer waren. En toen eigenlijk uit het niets kwam die penalty. Een lopende man. Heel ongelukkig denk ik. Raakte ik hem. Hij ging wel makkelijk liggen, maar dat deed hij slim. En uiteindelijk is dat zuur voor het team, voor mij zelf. Volgens mij viel prima in. Tot dat moment. Dan zie je dat je eigenlijk achter de feiten aanloopt. Dan komt heel snel de 0-2 erachteraan. Ja, dat is toch een klap. Dan ga je niet echt fijn de kleedkamer in, zeg maar. Nee, zeker niet. Toen zeiden we ook eigenlijk tegen elkaar in de kleedkamer van jongens, we moeten het echt anders doen. Want die ruimtes, die kunnen we gewoon niet belopen. Misschien voetballend gezien zijn we dan de bovenliggende partij. Maar ja, als je ze zelf niet maakt, dan maakt de tegenstanders wel, hè. Dus dan moesten we toch iets anders tegen in de strijd gooien. En uiteindelijk zetten we wat om. We gaan eigenlijk met 4 achterop spelen. En dan zie je eigenlijk dat we de hele tweede helft volgens mij hebben gedomineerd. En zag je eigenlijk dat al heel gauw dat resulteerde in kansen. Je gaat inderdaad anders voetballen in de tweede helft. Dat geeft hun ook wat ruimtes. En ook hun kwamen er een paar keer heel gevaarlijk uit. Vooral in de eerste helft. In de tweede helft had ik niet echt het gevoel meer dat ze echt grote kansen hadden. Volgens mij de eerste 10 minuten alleen nog. Maar daarna waren wij toch echt wel de bovenliggende partij. En dat zie je ook met eigenlijk die twee goals die wij daarna scoren. Ja, dan komen de laatste 5 minuten. En die waren eigenlijk net zo gek als de laatste 5 minuten van de eerste helft. Die eerste goal. Ja, ik heb hem aan jou gegeven. Maar kwam die ook voor jou? Allereerst volgens mij kopte ik hem eerst op de paal. Dat was eerst een kans. En daarna kwam hij nog een keer met een voorzet. Volgens mij. Maar iemand anders maakt hem wel af. Die mag ik niet claimen dan. Ik geef hem aan jou. Ja. Want bij die tweede was jij ook weer betrokken. Ja, dat klopt. En die kopt hem dan tegen de keeper aan. En dan komt Saka er nog even achteraan. Prima goal denk ik. Saka die is er altijd als de kippen bij. Terecht. Dat hebben we ook nodig. En ik denk dat het echt een teamprestatie is dat we uiteindelijk hier 2-2 nog spelen. Maar ja, heel eerlijk, het gevoel is niet echt dat we hier, we hebben toch wel punten laten liggen. Dat is toch wel het gevoel nu. Ja, maar dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Een punt winnen of punten laten liggen? Maar jij zegt punten laten liggen. Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat wij een hele goede ploeg hebben, voetballend gezien. Die kansen die moeten toch echt afgemaakt gaan worden. En ik denk dat we verdedigend ook minder weg moeten gaan geven. Maar over het algemeen denk ik dat wij bijna altijd wel de bovenliggende partij zijn qua voetballend vermogen. Ja, dan gaan we ons rustig opmaken voor volgende week. Lekker een eindje in de bus rijden naar Rijssen. Ik wens je in ieder geval een fijn weekend. Dank je. En we gaan elkaar zeker nog wel een paar keer spreken. Dank je wel.